vult Jules jullie aan? Nou, het is op allerlei manieren. Ik heb Jules die speelt. Ik speel zelfs saxofoon. Ja, precies. Hij draagt niet alleen maar voor, maar hij speelt ook drums en hij speelt ook saxofoon en hij zingt stukken en dat soort dingen. Dus ik weet niet of er een andere band is waar een andere situatie geweest zou zijn waarbij Jules saxofoon zou hebben gespeeld zomaar op theater met een band. Maar nee. Dat is met ons allemaal, we voelen zo gemak op ons gemak bij elkaar. Dat er allerlei dingen ontstaan die wij ook met New Cool Collective nooit daarvoor zouden kunnen hebben doen en zouden erop zijn gekomen. Ik bedoel, zoals je verhaal Romilar, dat over het verhaal van Jules. Daar hebben wij een soort met z'n allen een muziekstuk op bedacht. Alleen maar bij dat verhaal past. Weet je? Dat het komt door dat verhaal dat we dat doen. En daar. Dat hadden we met New Cool hadden we dat nooit gedaan zonder Jules. Het inspireert jullie ook weer tot het betreden van nieuwe paden qua ja. Muzikale stijl. Ja, tot het spelen van free jazz. Free jazz. Daar zijn we zeer bedreven in geworden. Ja, en dat werd ook steeds leuker. En langer? Ja, en langer. Ja. Maar zo is het toch. Kijk, dat verhaal maak ik even duidelijk van. Hè, toch, en ook die inleiding toen kwam er een tijd dat ook de mensen die ontzettend graag wouden spelen, maar niet konden spelen, dat die ook konden. En dat was de tijd van de free jazz, want ging iedereen iedereen door elkaar. Hè? Dus zo zet je het neer. Dus je steekt er gelijk al de draak. Maar ik bedoel, ondertussen. Is het, als je bezig bent, je krijgt toch steeds meer dat je ik vind het naar elkaar staat te luisteren, weet je. Terwijl je eerst denkt van, die gasten luisteren juist helemaal niet naar elkaar. Nee, dat is niet zo. En je hoort er, terwijl het voor, weet ik veel, voor het publiek misschien een enorme teringherrie is, horen wij er wel. Ja, en het is wel leuk. Het zijn van die dingen die elke keer anders zijn. En daardoor, je vroeg net van hoe lang blijft het volhouden. Maar dat zijn de dingen waardoor je het juist gewoon eindeloos kan volhouden. Ja. Ja. Want we hebben niet een show die we afdraaien die elke keer hetzelfde is. Want dan zouden we allemaal knettergek worden. Ja, dus zeg maar, gaan we. Er zijn heel veel bands gebeurd. Ja. We spelen keer op keer dezelfde show. Ja, daarom willen ze allemaal aparte hotelkamers opgeven. Kijk, je moet iedere keer spelen alsof het. Ja, ik bedoel, het publiek, die moet. De lol die wij erin hebben, dat moet. Ja. Dat moet je. Je kan op een routine natuurlijk, weet je hoor. Je kan op een soort van routine kan je inderdaad wel natuurlijk ook muziek maken en zo. En dat de mensen in die zaal, maar dat je voor jezelf, weet je best wel of iets er bovenuit stijgt. Of dat het op je, weet je. Maar ja. Ik bedoel, het is iedere keer, je komt een uur van tevoren en we gaan 3 uur na afloop gaan pas weg, weet je wel. Dus. Ja.